Je komt binnenkort voor een unicondylaire of halve knieprothese. We leggen je uit hoe het in zijn werk gaat. Een kniegewricht bestaat uit drie beenderen. Je hebt een dijbeen of de femur, een scheenbeen of de tibia en de knieschijf of de patella. Het gewricht zelf, de oppervlakte zijn bekleed met een gladde laag kraakbeen, zodanig dat het gewricht soepel kan plooien en strekken. Tussen het dijbeen en het scheenbeen heb je ook nog twee meniscussen, die helpen de druk te verdelen en de schokken op te vangen. Het kniegewricht bestaat ook uit drie compartimenten. Aan de binnenzijde het mediale compartiment, aan de buitenzijde het laterale compartiment en aan de voorzijde met de knieschijf het patellofemorale compartiment. Een volledige knieprothese is een kunstgewricht dat het beschadigde kraakbeen van het kniegewricht vervangt. Het bestaat uit drie onderdelen. Een component voor het bovenbeen, het onderbeen en voor de knieschijf. Bij een volledige knieprothese gaan we over tot een volledige vervanging van het kniegewricht, een volledige uitbekleding van de drie verschillende onderdelen. Bij een halve knieprothese gaan we slechts één van die drie onderdelen uitbekleden. Men spreekt over een halve knieprothese, maar in feite is het een derde van de knie die wordt aangepakt. En wanneer doen we dat? Wanneer er sprake is van slijtage op één kant, binnenkant of buitenkant of knieschijf, waarbij de rest van de knie in perfecte toestand verkeert. En dat heeft aanzienlijke voordelen. Ten eerste moet de prothese die geplaatst wordt, is die veel kleiner. Die ga je veel minder voelen ook na de operatie. En kunnen wij veel meer gewrichtsbanden sparen. Voorste kruisband, achterste kruisband, de buitenkant van de knie, de meniscus die daarin zit, blijven allemaal bewaard, waardoor de revalidatie toch ook een heel stukje sneller verloopt. Hoe verloopt de operatie? Wel, u wordt van de kamer waar u opgenomen bent naar het operatiekwartier gebracht. Daar zal een verpleegkundige een infuus aanbrengen. Eenmaal dit infuus aangebracht is, wordt u naar de operatiezaal zelf gebracht. Daar is de anesthesist aanwezig en wordt samen met u besproken of een halve of een volledige verdoving zal uitgevoerd worden. Eenmaal dit gebeurd is, wordt uiteraard ook antibioticum toegediend voor infectie te vermijden. Vervolgens wordt het volledige been steriel afgedekt en ingepakt en wordt er een incisie gemaakt over de knie. Dit been halve een prothese, zij het aan de binnenkant van de knie, zij het aan de buitenkant van de knie. Er wordt een toegang gemaakt naar de knie en wordt eindelijk de prothese geplaatst. Voor eerst wordt een proefprothese geplaatst, wordt alles gecheckt, vervolgens wordt de definitieve prothese geplaatst. Eenmaal alles op zijn plaats en getest is, wordt alles grondig gespoeld, gesloten in verschillende lagen en wordt de verband aangebracht. En nadien wordt u eenmaal rustig wakker naar de ontwaakruimte gebracht. In de ontwaakruimte worden jouw bloeddruk, pols, temperatuur en pijn gevolgd, de bloedcirculatie en bewegelijkheid van jouw been gecontroleerd. Wanneer je stabiel bent, ga je terug naar de verpleegafdeling. Na de operatie wordt een groot druk en absorberend verband aangebracht. Enkele uren na de operatie mag je beginnen water drinken. Het infuus blijft nog tot de volgende dag in je arm om vocht, antibiotica en pijnmedicatie toe te dienen. Op de dag van de operatie zelf zal reeds de kinesist bij u op kamer komen voor u te helpen uit bed te komen en de knie te beginnen plooien strekken en rustig te stappen. Uiteraard, op de dag van de operatie zijn dat zeer rustige oefeningen. De dag nadien zal opnieuw met kinesiotherapie getracht worden de knie te leren plooien en strekken. Iedereen op zijn eigen tempo, stapje voor stapje vooruit. Vanaf dag 2 wordt er iets intensievere kinesiotherapie uitgevoerd. De meeste mensen verlaten het ziekenhuis na 2 à 3 dagen. Uiteraard wordt bekeken persoon per persoon, patiënt per patiënt, hoe we vlot de mensen naar huis laten gaan, zij het via revalidatie of rechtstreeks naar huis. Het is geen snelheidswedstrijd, het moet uiteraard voor iedereen doenbaar zijn om naar huis te kunnen gaan. De eerste paar weken na zo'n operatie zorgen we ook dat de pijnmedicatie optimaal is, zodat ook goede oefeningen kunnen uitgevoerd worden. De krukken worden afgebouwd meestal na 2 à 3 weken als de spiercontrole wordt teruggewonnen. Zodoende een normaal hangpatroon zich opnieuw ontwikkelt en de patiënt eigenlijk pijnvrij zich kan bewegen. Gemiddeld blijf je dus zo'n 3 dagen in het ziekenhuis. Thuis krijg je verdere kinesiotherapeutische begeleiding en doe je zelf jouw oefeningen. Ongeveer 2-3 weken na de operatie zal de huisarts de knoopjes van de hechtingen afknippen. Het draadje verteert vanzelf. En gaat de revalidatie verder. Na 6 weken kom je op controle bij de chirurg. De chirurg kijkt de wonden na, bekijkt ook de bewegelijkheid, de stabiliteit van de knie. En er wordt een controlefoto genomen. Na die 6 weken wordt er samen met u beslist wat er verder dient te gebeuren voor de revalidatie. In de meeste gevallen verloopt de operatie en revalidatie zonder problemen.
Toch is het van belang dat je weet welke verwikkelingen kunnen voorkomen. Wanneer je een operatie moet ondergaan, dan is het belangrijk dat de risico's daarbij zo klein mogelijk zijn. Dus weet dat wij er alles aan doen om die risico's zoveel mogelijk te beperken, maar die zijn natuurlijk nooit nul. En wat zijn nu de risico's die zich kunnen voordoen? Dat is enerzijds het optreden van een flebiet. Een trombose is dat in de aders van uw been. En dat is eigenlijk de reden waarom u allemaal 4 tot 6 weken na de operatie de spuitjes preventief tegen het flebiet zal krijgen. En dat u ook de steunkousen dient te dragen gedurende die periode. Een ander risico van een operatie, maar gelijk welke operatie, is een wondprobleem, dus een infectie, een besmetting. Ook daar nemen wij al onze voorzorgen om dat risico zo klein mogelijk te houden. En dat is onder andere in de operatiezaal door het gebruik van antibiotica, door moderne ontsmettingstechnieken, afdektechnieken, die het risico heden ten dagen zeer laag kunnen brengen. Dan is het ook heel belangrijk dat de dagen na de operatie, wanneer u ook thuis bent, dat de wonde goed gecontroleerd wordt, dat die droog blijft, dat er daar niet te veel vocht uitkomt. Als dat zo zou zijn, dan moet u ons dat ten allen tijde ook signaleren en contact opnemen met ons via ons secretariaat. En dan hebben we nog enkele antwoorden op veel voorkomende vragen. Hoe lang gaat de prothese mee? Een halve knieprothese gaat in principe even lang mee als een volledige knieprothese. En dat is een minimum van, laten we zeggen, 95% op 10 jaar, maar eigenlijk voor de meeste mensen 15 jaar en met een beetje geluk zelfs 20 jaar overleving. Dus de kans is met andere woorden zeer groot dat u met die ene operatie de rest van uw leven terug perfect kunt functioneren. Mag ik opnieuw sporten met mijn knieprothese? Sporten met een knieprothese is zeker toegestaan, maar daarbij gaan we nooit aanraden om impactsporten te gaan doen. En daarmee bedoelen we bijvoorbeeld gaan lopen, gaan joggen. Met prothesemateriaal is niet ideaal. Bijna alle andere sporten zijn wel toegestaan. En daarmee bedoel ik fietsen, wandelen, tennisdubbel, gaan skiën. Zo zijn quasi onbeperkt. Sommige mensen hebben schrik dat door te sporten die prothese sneller gaat verslijten. Wel, niets is minder waar. Door veel te bewegen en te sporten, onderhoud je een goede spierkracht, vermijd je ook overwicht en dat zijn op lange termijn veel belangrijkere factoren dan het sporten zelf. Wanneer mag ik opnieuw met de auto rijden? Het autorijden is in principe toegestaan ergens tussen 4 en 6 weken na de operatie. Dat is uiteraard individueel. Bij de ene gaat dat wat sneller, bij de andere wat trager. We raden aan om daarbij de nodige voorzichtigheid in acht te nemen en eerst thuis eens uit te proberen. En pas wanneer dat inderdaad goed aanvoelt en dat er het vertrouwen in de knie er is, dat je terug in het verkeer gaat. Maar uit ervaring weten we voor de meeste mensen is dat ergens tussen die 4 en 6 weken na de operatie.